In deze eerste Nintendo Direct van de maand juli hebben we The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 nieuws, zijn er nieuwe items te krijgen in Animal Crossing New Horizons en komt Kingdom Hearts naar de Nintendo Switch? Welkom bij deze vierde Nintendo Indirect en tegelijkertijd de eerste Nintendo Indirect in juli. Er is nog altijd geen Nintendo Direct ingepland door Nintendo, dus dan doe ik het nog maar een keertje. Doe alvast dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor het laatste Nintendo nieuws. Opeens was daar het nieuws. De Spaanse voice actors van Zelda en Revali uit The Legend of Zelda Breath of the Wild 1 en 2 lieten weten klaar te zijn met hun werkzaamheden. Oftewel, hun stemmen zijn alvast opgenomen voor de Spaanse versies van Zelda. En dat deed natuurlijk de geruchtenstroom aardig op gang komen. Want als de voice actors van de vertalingen van een Zelda game klaar zijn, dan moet die game toch al wel heel erg af zijn. Zou het kunnen dat we The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 al dit jaar voorgeschoteld krijgen? Kunnen we deze game al eind van het jaar ophalen in je lokale gamewinkel? Helaas, een dag later kwam Nintendo al met een officieel statement vanuit hun podcast dat het allemaal niet waar was en dat zij niet op deze manier hun nieuws de wereld in zullen gooien. Ze zeggen letterlijk: "We are surprised about the way many media outlets have covered the interview, jumping to incorrect and out of context conclusions, with no consideration to the persons implicated." GameXplain heeft aan de hand van deze statements wat gegraven en is er inderdaad achtergekomen dat het originele interview met de voice actors van Zelda en Revali toch echt verkeerd vertaald was. Helaas, 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 want ik zit heel erg op The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 te wachten en ik hoop toch echt dat die eind dit jaar of uiterlijk maart 2021 uit zal komen. Maar ja, het lijkt er dus op dat dit toch een glas in een stormwater was en het helemaal niet waar was. Op 15 juli arriveerden er meer Super Nintendo en Nintendo games voor Nintendo Switch Online leden, inclusief het klassieke Donkey Kong Country uit 1994. Ja, het is toch vaak dat er net niet zulke hele lekkere games naar de Nintendo Switch Online service komen. Maar deze maand is dat anders, want Donkey Kong Country komt naar de Nintendo Switch. Het ligt een beetje ingewikkeld qua rechten, want Donkey Kong en Diddy Kong lijken bij Rare te horen en Rare is tegenwoordig van Microsoft, dus van Xbox, en daarom verschijnen er zo weinig Donkey Kong games voor de Nintendo Switch. Nou ligt het probleem volgens mij niet bij Donkey Kong, maar eerder bij Diddy of Dixie Kong. En hoe dat precies zit, dat weet ik ook niet. En ik wil het eigenlijk niet eens weten. Het is in ieder geval super vaag allemaal qua rechten, maar vanaf 15 juli kan jij gewoon lekker Donkey Kong gaan spelen op je Nintendo Switch. Ja, en we kunnen natuurlijk geen Nintendo Indirect doen zonder wat Animal Crossing nieuws. Er is namelijk een nieuw gelimiteerd item te verkrijgen in die game. Om het Japanse Tanabata Festival te vieren kan je namelijk deze hele mooie bamboe gras items krijgen op Animal Crossing New Horizons. En dit is natuurlijk goed nieuws voor iedereen die een Japans thema-achtig eiland doet, want dit itempje dat past er echt perfect bij. Het item is te verkrijgen tot en met 31 juli, dus je hoeft niet heel erg op te schieten. Alleen je moet wel hopen dat die ook in jouw shop beschikbaar is. Voor mij is dat natuurlijk super goed nieuws, want ik ben bezig met een Japans thema-eiland in Animal Crossing New Horizons, dus ik ga deze snel even binnen proberen te halen. Nintendo heeft de commercial voor Paper Mario The Origami King online gegooid. Het is een 30 seconden durende commercial en we zien niet heel veel nieuws, behalve deze boogiende groep van Toads. En we zien iets wat op een shiny Moltres lijkt. Ik snap natuurlijk ook dat dit geen shiny Moltres is, maar hij lijkt er gewoon heel erg op. Ik denk dat het een Phoenix is en dat hij kan herrijzen uit de dood in Paper Mario The Origami King. Vanaf volgende week vrijdag 17 juli kunnen we aan de slag met Paper Mario The Origami King en ik heb daar super veel zin in. Retro Studios doet flink zijn best om van Metroid Prime 4 zijn beste Metroid Prime game ooit te maken. En dat doen ze door allemaal mensen in te huren die hebben gewerkt aan de meest toffe shooters ooit. In april haalden ze al Adam Morales, Brian Erk en Nicholas Wilson binnen. Die hebben gewerkt aan Battlefield Hardline, Shadow of the Tomb Raider en Borderlands 3. En ook Mark Capers, die heeft gewerkt aan New Super Lucky's Tale, is inmiddels binnengehaald. Verder zijn er mensen binnengehaald die hebben gewerkt aan Crysis 3, Donkey Kong Country, Tropical Freeze en zelfs Halo. En nu voegen ze ook Bharatwai Nanda Kumar toe aan dit lijstje. En deze persoon had een leidende positie in de PC-versie van Call of Duty Black Ops 4. Ja, en je zou dus bijna zeggen dat Metroid Prime 4 niet kan falen met zoveel mensen aan boord die hebben gewerkt aan supergoede games. Metroid Prime 4 is toch wel een van mijn lievelingsseries ooit van Nintendo en ik kan niet wachten om deze game te mogen gaan spelen. Er komt een Kingdom Hearts game naar de Nintendo Switch. Maar of het de Kingdom Hearts is waar je op zit te wachten, dat valt nog te bezien. Het gaat hier namelijk om Kingdom Hearts Melody of Memory. En hoewel de supersterren Goofy, Donald Duck, Aladdin en allerlei andere toffe Disney en Square Enix figuren hierin zitten, is dit denk ik toch niet waar je op zit te wachten. Kingdom Hearts Melody of Memory is namelijk een rhythm-based game en geen adventure game zoals Kingdom Hearts 1, 2 en 3. Je loopt hier met Sora en twee companions over een bepaalde baan en door op het juiste moment op het juiste knopje te drukken, ga je allemaal vijanden verslaan en ga je liedjes maken waarmee je door de levels heen kan. Eigenlijk moet je het zien als een Guitar Hero, wat veel en veel makkelijker is dan Guitar Hero. Kingdom Hearts is een super toffe franchise wat mij betreft. Ik heb echt genoten van Kingdom Hearts 3, maar ik ben bang dat ik Kingdom Hearts Melody of Memory niet echt ga spelen. Dan, opnieuw meer nieuws over Super Nintendo World. We hebben Super Nintendo World zo'n beetje in iedere Nintendo Indirect behandeld, maar nu is er helaas slechter nieuws dan in de vorige Nintendo Indirects. Het Nintendo thema pretpark zou namelijk moeten openen rond de Olympische Spelen van 2020, maar dat gaat gewoonweg niet lukken vanwege de pandemie waar we op dit moment in leven. Hoewel het al aardig de goede kant op gaat, kost het nu gewoon heel erg veel tijd om het themapark netjes af te werken en helaas. Het gaat helaas niet meer gebeuren dat we in 2020 in dit pretpark kunnen. Nee, we moeten wachten tot 2021. In de vorige Nintendo Indirect kon ik jou vertellen dat Burnout Paradise naar de Nintendo Switch komt. Electronic Arts is goed bezig met het ondersteunen van de Nintendo Switch, want er komen nog veel meer EA-games naar de Switch. Zoals je wel kan verwachten komt onder andere FIFA 21 naar de Nintendo Switch. Dat is een no-brainer, die zou ik zelf niet kopen omdat het letterlijk een gedowngrade versie van FIFA is. Ik zou FIFA lekker gaan spelen op je PlayStation, Xbox of PC. Maar er komen wel andere hele vette EA games naar de Nintendo Switch, waaronder Apex Legends. En dit is natuurlijk een game die door nog best wel veel mensen wordt gespeeld. Het is een Battle Royale game à la Fortnite, maar dan met iets realistischere graphics, maar met minstens net zo gekke heroes. Je speelt hier in teams van 3 tegen elkaar en je hebt hier ook te maken met een storm en uiteindelijk kom je uit in het midden van de map, waar je moet gaan proberen om de battle te winnen met jouw team. Een andere best wel oude game die uitkomt voor de Nintendo Switch is Need for Speed Hot Pursuit. Need for Speed Hot Pursuit is maar liefst 10 jaar oud. Helemaal gestoord, maar hij komt nu in een remake onder andere naar de Nintendo Switch. Ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat brengen, want Need for Speed Hot Pursuit heb ik vroeger heel veel gespeeld op de GameCube. En ja hoor, er komt ook een Plants vs Zombies game naar de Nintendo Switch en dat is Battle for Neighborville. Plants vs Zombies zijn verrassend populaire games met daarin super grappige figuurtjes die gewoon continu lekker op elkaar lopen te schieten. Ja, dat klinkt prima toch? Ik ga het waarschijnlijk ook wel een kans geven. Verder is Valent Studios nog aan het werk voor een game voor de Nintendo Switch vanuit EA. En ook is een game genaamd Lost in Random in ontwikkeling voor de Nintendo Switch. Dus ja, EA is nu al lekker bezig. Jullie hebben het al kunnen zien in een andere video op dit kanaal, maar Min Min van ARMS zit nu in Smash. Er is best veel commentaar op Min Min. De ene vindt het een zwaar overpowered character en de ander kan er helemaal niks mee. Ik lijk er een van die laatste groep te zijn. Maar het is super grappig dat er nu ook een ARMS character in Super Smash Bros. Ultimate zit. Zelf had ik misschien verwacht dat Ninjara naar Super Smash Bros. Ultimate is gekomen, maar de keuze is gevallen op Min Min en ik ben daar wel blij mee, want ik speel ook in ARMS best vaak met Min Min. En wat ik het vetste vind aan Min Min? Haar ultimate. Goed nieuws voor iedereen die net zo'n fan van amiibo is als ik. Er zijn 2 nieuwe amiibo aangekondigd. En dat zijn deze amiibo. Eentje van Joker, welke ik echt super mooi vind. Dit is echt een mooie voor in de collectie. Joker is natuurlijk het personage dat vanuit Persona in Super Smash Bros. Ultimate is toegevoegd. En ook de amiibo van de Hero uit Dragon Quest is inmiddels aangekondigd. Ik vind wel dat de Hero van Dragon Quest een beetje een standaard pose heeft. Maar ook deze amiibo ziet er prima uit. De afgelopen weken zijn er een hoop nieuwe games uitgekomen voor de Nintendo Switch en ik wil eigenlijk 2 even noemen voor je. De eerste is The Wonderful 101, waarvoor een Kickstarter project was opgezet en behaald. De game is inmiddels geremasterd, is uitgebracht en ligt nu in de winkels om te bestellen. En de goedkoopste prijs voor deze game is €45. En dan hebben we onze grote vriend SpongeBob SquarePants in zijn game Battle for Bikini Bottom. Dit is oorspronkelijk al een vrij oude game en hij is nu geremasterd. Nu kunnen we allemaal aan de slag met SpongeBob, Sam Andy en Patrick in deze super grappige game voor de Nintendo Switch. Hij is niet heel duur. Op dit moment is de goedkoopste prijs €28. Dus dat valt ook echt wel mee. En ik ben benieuwd of jij deze game of The Wonderful 101 in huis gaat halen. Of gewoon even wacht op Paper Mario The Origami King. En terwijl we nog steeds wachten op een officiële Nintendo Direct, was dit alweer de vierde Nintendo Indirect en de eerste Nintendo Indirect van juli. Laat even weten in de comments wat je ervan vond. En heb jij Nintendo nieuws? Laat het ook even weten in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo nieuws. En dan zien we je bij de volgende Nintendo Indirect.